Wij zijn Norbord, internationale producent van houten plaatmateriaal. We hebben wereldwijd een 14-tal vestigingen. Een van de vestigingen ligt in België, in Genk. Daar zijn we momenteel. Wij maken hier een 400.000 kubieke meter OSB met een 125-tal medewerkers. Het productieproces verloopt eigenlijk in verschillende stages. Eén, de boomstammen worden eigenlijk gemalen tot schilfers. Die schilfers gaan eigenlijk naar de persafdeling, daar worden die gevormd tot OSB-platen. En in de afwerking gaan we die OSB-platen op maat zagen voor de klant. Daar worden ze dan ook verpakt en ze worden dan uiteindelijk als pallets in het platenmagazijn terechtgekomen. Die pallets die moeten worden voorzien van een identificatielabel. En het is deze identificatielabel die vroeger manueel werd aangebracht, die we nu geautomatiseerd hebben. Zetas was al gekend binnen het bedrijf. Dus we hebben eigenlijk het concept besproken met Zetas. En in de eerste fase van projectbespreking, mede door de professionaliteit door Zetas en eigenlijk de kennis op het gebied van alle vlakken, zijn we eigenlijk verder met Zetas in zee gegaan om het project uit te werken. Zij hebben ons een totaal solution aangebracht, dus niet alleen het aanbrengen van de label, maar eigenlijk ook zowel het printen, het aanbrengen als het scannen. Op het moment dat de pallet gerapt wordt, wordt die pallet verder getransporteerd tot op het uiteinde van de lijn. Daar wordt die gestopt en dan ontvangt onze pallet applicator de etiket data van onze software applicatie. De etiketten worden bedrukt en worden automatisch op de beide zijkanten van de pallet aangebracht. Nadat de etiketten zijn aangebracht, de barcode op het etiket scant door de scanner die op de applicatorarm staat gemonteerd. Die data wordt direct doorgegeven aan de software van Norbord, die ogenblikkelijk dat verwerkt en de pallet in stock neemt. Bij iedere label moest die heftruckchauffeur uiteindelijk uit zijn heftruck stappen, de label aanbrengen, scannen, opnieuw in zijn heftruck stappen, wat uiteindelijk een zeer vervelende taak is, met natuurlijk ook het nodige risico dat hij bijvoorbeeld zijn enkel kan omslaan bij het uitstappen van de heftruck. Het project is eigenlijk binnen time and scope opgeleverd, maar vooral de technische uitdaging, dus om te zorgen dat de Zetas-machine integraal deel werd van ons bestaande systemen, om dat eigenlijk gerealiseerd te krijgen, om zeker te vermijden dat het een standalone machine ging worden. Het succes van het project is door de goede samenwerking van het interne team dat we hebben samengesteld en het team van Zetas om op een professionele manier samen te werken.